Hij is de topscorer van de competitie. En dan weet je dat de ogen op je gericht zijn. Ik ben benieuwd of hij ook vandaag zal weten te scoren. Hallo iedereen, welkom hier bij EA TV. Voor een spannende wedstrijd, althans, ja, dat hopen we dan maar. Ik ben Siert de Vos en naast me zit Jeroen Gruter. En zo dadelijk gaan we kijken naar een competitiewedstrijd. Dit wordt een ontmoeting. Ik weet het zeker om van te watertanden, Jeroen. Het heeft er alle schijn van dat we een leuke wedstrijd gaan krijgen, Siert. De supporters van beide ploegen zijn al helemaal in de stemming. Daar ligt het niet aan. Nu het voetbal nog. Dit zijn de elf van Atletiek Club de Bilbao, waarmee de coach van start gaat. De coach heeft er blijkbaar vertrouwen in vandaag. Getuigen zijn keuze voor een aanvallend 4-3-3 systeem. Dit is nou een systeem waar wij Nederlanders gek op zijn. Met opkomende backs en vleugelspelers. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Zegt de baas, hij levert hem in. Dat moet beter. Alle ruimte voor een dribbel. Kunnen ze profiteren van deze paas in het midden van de 16. Hij geeft hem wel voor. Maar niet op de juiste manier. Ze kunnen snel uitbreken nu. Boateng. Zonder dat hij werd aangeraakt over de achterlijn. Dus een doeltrap. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Jesus Corona. Dit begint op een aanval te lijken. Oscar. Goed onderschept, zegt die steekpas, zag er gevaarlijk uit. Kunnen ze dit snel uitspelen? Die doelman moet opletten. Hoge steekbal, goed gezien. Dit soort ballen stopt die keeper desnoods met, ja, twee vingers in zijn neus en even tellen, heeft hij nog 7. Oh nee, 8. Ja, maar past dat wel met die keepershandschoenen aan? Maar hoe dan ook, hij is niet onder de indruk. Oscar. Matias Rojas. Dit kan maar eens een kans opleveren. De bal raakt de tegenstander. Het wordt een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. Daar stoopt hij op aan de zijkant. Voor een voorzet. Voorzet terug op een teamgenoot. Hij werkte net naast het doel. Slordig met het balbezit. Kan hij hier voor gevaar zorgen? En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De doelman houdt de bal vast. Moore. Dit begint er aardig uit te zien.
Bal naar de spelers in het centrum. Hij schiet hem er goed in, hoor. Prachtige volley. Ja, maar beter dan zo kan een bal niet worden voorgezet. En dan raakt hij hem uiteindelijk perfect. In één keer op de slof. En soef, raak. Ja, sublieme volley. Technisch perfect uitgevoerd. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De score is geopend. Het is 1-0. Figueroa, Matias Rojas. Ze komen opnieuw in balbezit. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Op de vleugel voor een voorzet. Lage voorzet op een teamgenoot. En die voorzet kwam niet voorbij de verdediger. Leonardo Bitancourt. Boateng. Hij is te gretig. Ja, dan staat hij buitenspel. Leonardo Bitancourt. Leonardo Bitancourt, goed gereageerd. Die bal verdwijnt in het net. Ja, daar had de doelman wel iets meer hulp van zijn verdedigers kunnen gebruiken. De tweede poging, die gaat er dan alsnog in. De doelman wist hem in eerste instantie tegen te houden. Maar dan gaat hij er alsnog in. Je ziet hoe hij precies op de goede plek staat en alert is. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Oscar. Het ziet er veelbelovend uit. Leonardo Bitancourt. Redding van de keeper. Cecilio. Jesús Corona. Oscar, Matias Rojas. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Oscar, zou wel eens wat kunnen worden. Oscar, nee, hard geschoten, veel te onzuiver. Wat heeft hij daar nou in gedachten? Hij komt niet eens in de buurt van het doel. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Bal gered, spel loopt verder. Ze laten hem niet met rust. Nou, wat kan hij hiermee? Bal gaat via de paal over de achterlijn. Matias Rojas. Weer een balletje heen en weer. Heel geduldig spelen ze nu op zoek naar een opening. Voorzet in de maak. Ja, daar komt die aanstellingstreffer. Die moet je maken. Ach, wat een slechte inzet is dit, zeg. Het was een enorme kans. Van zo dichtbij had ik wel een doelpunt verwacht. Ja, dit is echt een kans weggegooid. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Redding van het doelman. Let op,
Nu het spel stil ligt, pakt de scheidsrechter alsnog de gele kaart. Ja, zie je het hoofd van die speler? Die dacht aan die kaart te ontsnappen. De scheidsrechter is ook niet gek, hè? Corner voor het doel gebracht. Miranda weet hem weg te werken. Dit kan maar eens een kans opleveren. Tegenpartij aan de bal. Ze kunnen snel uitbreken nu. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Zijn teamgenoot krijgt de bal terug. Ja, vroeg druk zetten wordt hier beloond. Die doelman moet opletten. Oscar! No problem. Geen probleem voor de doelman. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Zit de scheidsrechter er hier niet naast? Hij geeft buitenspel, maar het lijkt er niet op. Matthias Rojas. Ze komen weer in balbezit. Steekpaasje naar een teamgenoot, maar uitstekend geanticipeerd door de tegenstander. Ideaal moment voor een voorzet. Hij strekt zich, maar kan net niet bij die voorzet. Ja, dat zag hij goed en onderschepte die bal. Gaat dit wat worden? Ja, dan wordt de aanval gestopt. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Nou, het is niet overduidelijk buitenspel. Bal aangeraakt, inworp. Leonardo Bitancourt. Kunnen ze profiteren van deze paas? Hij weet hem de bal te ontfutselen. Veel ruimte op de flank. Hij weet het paas te onderscheppen. Goed opgelet. Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Oscar. Ruim naast dat schot. Hij heeft vandaag nog niet echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. De conclusie is natuurlijk wel dat voor een aanvaller van zijn kaliber hij zich heel weinig laat gelden. Zijn team staat achter. Het is echt aan hem om in stelling te komen en het doel te bestoken. Wat gaat hij hiermee doen? Naar de speler die vrij staat. Ja, zo'n bal volley nemen is natuurlijk niet gemakkelijk. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Achteraf wordt die actie van eerder toch nog met geel bestraft. Ja, scheidsrechter wachtte tot het spel stil lag en deelt dan alsnog de kaart uit. Goed gedaan. Miranda. Matthias Rojas. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Ja, gevaarlijke steekbal. En nu wordt het oppassen. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Ze zetten hem onder druk. Hij let goed op en onderschept die paas. Hij rukt verderop. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Het is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, want het was natuurlijk gewoon een overtreding. Hij probeert het eens van grote afstand. Hij schiet hem. Bal blijft binnen naar die redding. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken.
Ze geven de bal weg. Die doelman moet opletten. Miranda pakt de bal van hem af. Mogelijkheden voor een counter. Nee, de counterkans is voorbij. Defensie staat weer in positie. Oscar. Ah, ze loeren op een gat in de verdediging. Een mogelijkheid om het door te breken. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Een leep balletje diep. Kan er hier voor gevaar zorgen. Midden voor het doel gegeven. Hij geeft hem wel voor, maar niet op de juiste manier. Ze komen aan de bal. Dit kan maar eens een kans opleveren. Op doel geschoten. Goed gereageerd. Daar baalt hij van, zeg, dat hij alsnog de gele kaart krijgt. Ja, scheidsrechter had het wel gezien, hoor. Maar hij liet goed doorspelen. Deze scheidsrechter heeft het prima in de gaten. Dat was even iets te veel lichamelijk contact. En dus een overtreding. Het duwen en trekken werd hier toch bestraft. Het was niet te sterk. De doelman reageert zoals hij moet doen. Pakt de bal. Leonardo Bitancourt. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Schiet! Hier zit hij er goed bij, zeg. Mooie redding op die inzet van dichtbij. Ja, de reactie razendsnel. Mooi keeperswerk. Bal naar het midden. Het fluitsignaal voor de rust. De stand is 2-0. In de eerste 45 minuten speelde hij werkelijk een fantastische wedstrijd. Ja, hij heeft er nu al twee in liggen en hij zal waarschijnlijk nu op jacht gaan naar een hattrick. Een prima wedstrijd van hem, hè? En een lekkere voorsprong. We gaan weer verder. Aftrap is geweest, tweede helft onderweg. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Oscar. Van de bal afgezet. Balbezit naar de tegenstander. Nou, wat kan hij hiermee? Hij werkt hem weg. Ruimte op de vleugel. Het lijkt wel het heelal. Geeft de bal nu maar voor. Kunnen ze profiteren van deze paas? Gaat dit goed? Deze speler heeft al een gele kaart. Nou, duidelijk. Hij legt hem op de stip. En een rode kaart. Als je een doelkans op deze manier verhindert... Daar staat er een slag op. Penalty. Nu legt die bal erin van de 5 meter. Die bal passeert de keeper vanaf de strafschopstip. Het blijft een specialisme. Je staat onder druk, maar die bal wordt beheerst ingeschoten. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Nog steeds aan de bal hier. Leonardo Bitancourt. Gaat dit wat worden? En daar heeft hij de bal veroverd. Hij let goed op en onderschept die paas.
Hij zit er goed tussen bij die pas. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Die doelman moet opletten. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Ja, wat een knap doelpunt is dat. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. En dat is 3. Nummer 3 voor hem. Ja, onvervalste hat-trick. Dat zijn van die geweldige momenten in de wedstrijd. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. We trappen weer af met een stand van 3-1. Bal wordt via de vleugel gespeeld. Wat gaat hij hiermee doen? En nu wordt het oppassen. Schot om terug te komen in de wedstrijd. Hij schiet die bal ver naast. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. En zo dadelijk mag hij echt. Moore. Ze geven de bal weg. De bal wordt ingeleverd. Hij is er voorbij. En met de bal aan de voet de uitbraak. Die bal zit er toch nog net naast, zeg. Boateng. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Te vroeg vertrokken. Hij staat buitenspel. De trainer vindt het toch een te groot risico. Hij heeft al geel. En met nog 1 overtreding kan hij er zomaar van afgaan. Het is gewoon een voorzorgswissel. De bal over de zijkant van het veld. Komt steeds iets verder. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Leonardo Bitancourt. Boateng. Einde van de aanval. Het is buitenspel. Met een tackle pakt hij de bal af. Loopactie zeg, hij blijft aan de bal. Richting het doel van de tegenstander. Oh, die loopactie is alweer voorbij. Balbezit ingeleverd. Antonio Sanabria. Een uitgekiende steekpaas. Kunnen ze profiteren van deze paas? Dan gaat richting Tony Sanabria. Nee, hij komt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Leonardo Bitancourt. Daar gaat het balbezit. Dit kan wel eens een kans opleveren.
Nou, wat kan hij hiermee? Het ziet er voorbelovend uit. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kan. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. De doelman wordt onder druk gezet. Leonardo Bitancourt. Moore. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Nee, dat gaat niet door. De verdediger had andere plannen met die voorzet. We hebben nog 20 minuten te gaan. Antonio Sanabria. Matias Rojas. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Die moet hangen. Oh, wat een kans. En ze hebben het doelpunt zo hard nodig. Hoe kun je zo'n bal dan missen? Leonardo Bitancourt. Zou wel eens wat kunnen worden. En nu wordt het oppassen. Boateng. Nog steeds aan de bal hier. Hij kan hem geven nu. Die doelman moet opletten. Bal gaat richting medespelers in het centrum. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. En nu een inworp. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Boateng. En weer een hele goede paas. Jeroen, er wordt geweldig gecombineerd in deze wedstrijd. Ze weten elkaar blindelings te vinden. Misschien moeten we het een keer proberen met een doekje voor de ogen. Antonio Sanabria. Ruimte voor de counter. Die counter zag er gevaarlijk uit. Maar strand dus. Leonardo Bitancourt. Wat gaat hij hiermee doen? Nee, hij komt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Houdt de bal vast. De bal wordt ingeleverd. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Kiepertje, wat doe je nou? En levert de bal gewoon in bij de tegenstander. De tactiek bij de tegenstander is nu alle ballen naar voren en hopen dat hij goed valt voor een kans. De tegenstander heeft de speelwijze nu veranderd. Speelt de lange bal naar voren richting de 16. Om op deze manier kans af te dwingen. Figueroa. Gaat dit wat worden? Kans op de aansluitingstreffer. Het was een goede mogelijkheid. Maar ze hebben het goed opgelost. Cecilio. Weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Leonardo Bitancourt. Hij schermt hem af. Cecilio. Die tackle leidt tot een inworp. Nou. Wat kan hij hiermee? De verdedigers hadden hem door. Duidelijk geval van buitenspel. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Wellicht, ja, om hem wat extra rust te geven. Vraagteken.
Matias Rojas. Daar gaat het balbezit. Tegenstand. Nee, die komt er niet bij. Oscar. Antonio Sanabria. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij staat buitenspel omdat hij te vroeg vertrok. Zijn wedstrijd zit erop. En nou, de trainer kan tevreden met hem zijn, denk je niet? Nou hoor, Los, zie het. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Veel acties gemaakt, kortom, een geslaagd optreden van zijn kant. Moore. Leonardo Bitancourt. Richting het doel van de tegenstander. Sal, Leonardo Bitancourt. Redding. En in de handschoenen. Jesus Corona. Oscar. Figueroa. Goeie steekbal. Hoog gespeeld. Medespelers in het midden gegeven. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Kan er hier voor gevaar zorgen. En hij komt eruit met de bal. Hij ging op de doelman af, maar die deed wat goede doelmannen doen in zo'n situatie. Zo zeg, wat een heerlijke redding. Ja, hiermee voorkomt hij in de slotfase een achterstand. Voor die overtreding geeft de scheidsrechter geel. Maar belangrijker nog is de gevaarlijke positie. Waar een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. Weer over de achterlijn, nog een hoekschop. Komt de hoekschop in het midden. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. De scheidsrechter fluit. De wedstrijd is afgelopen. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Hij was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning.